We moeten meer kwaliteit leveren, hoor ik vaak zeggen. En dan rijst al snel de vraag, wat is meer en wat is kwaliteit? En als je het over kwaliteit hebt, heb je verschillende invalshoeken. Maar de kwaliteit die ik altijd als marketeer centraal zet, is de klant die bepaalt of je kwaliteit levert. Het oordeel van de klant is belangrijk. Dus als de klant tevreden is, ben ik ook tevreden. Maar hoe maak je nou een klant tevreden? Daar kun je het model van Grunroos bij gebruiken. Want Grunroos zegt dat kwaliteitsperceptie, kwaliteitswaarneming, vindt plaats in onze hersenpan. Dat vindt plaats op basis van onze oren, onze neus, onze mond, ogen en onze tast. En dat oordeel, dat is gebaseerd op twee onderdelen. Namelijk de verwachtingen die je als klant hebt. Is dat gevoed door promotie? En de ervaringen die je als klant hebt. En die ervaringen die je als klant opdoet in een willekeurig dienstverleningsproces, die zijn weer onder te verdelen in wat er gebeurt, hoe het gebeurt en wie het doet. Een goede vliegreis kan bepaald worden door het hoe, namelijk de glimlach van de stewardess. Een goed juridisch advies wordt hoogstwaarschijnlijk niet bepaald door het advies zelf. Ook niet door de advocaat die het doet, want dat zijn allemaal droogstoppels. Maar wellicht door het gebouw waar ze in zitten, de uitstraling, het wie, het imago. Vandaar dat ik naar deze club ga. Grunroos, het wat, het hoe en het wie. En sommigen moeten het wel heel duidelijk tonen. Succes!